We hebben hier onze charmante Tourmis met het pistool. Dus ze gaat samen schieten straks met een man helemaal overgekomen uit Australië. Goed, dat twee mannen. Heel veel succes. Namens de organisatie Martijn van den Mel, de juwelbosch van Nijmegen, die hebben de leiderspijs versnellen. Leiderspijs van Goedeweg. Het gaat gewoon om het Vlaamse. En hij doet het gewoon helemaal alleen, jongens. Hij doet het helemaal alleen. Hij is vertrokken. En we zien hem er van voren bij namens de Rabobank. De kleine coureur uit Emmen, Gert-Jan Bosman. Dat steken we absoluut nooit van zo lang zal zijn leven over. Dat is de afspraak. Wederom, 3 punten voor Wennekes. En dan gaat hier uit koersen. Jasper Hamelink, staat nummer 38. En Wielink namens de IJsselstreek. Marie Walling.
Helemaal niks. Het was zomaar voor de lol, want ik kijk of hij dit nog doet.
half 7 trekt in de wedstrijd. Bewust proberen recht te wijzen. Bewust proberen punten te halen. Eerste 10-1 voor Kassel. Nummer 13, Beulman in een rode pak van IJzendoorn meldt zich van voren. Mannen, u mag aanmoedigen. Laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde, Jarno Kmedi-Veiling, wat een mooie naam voor de speaker van die voorzitter. Ook hier gaan we bellen vanaf de 10e plaats in de wedstrijd. Mannen, laatste ronde, we hebben 30 eindprijzen. 60 eindprijzen. Okay. Hier krijgen we de motor. Ja, geloof ik niet meer. We zullen kijken wat hier gebeurt. Wie is het rachtste? Mannen, rechte lijnen. Het is Van IJzendoorn. Het is Jan Oosten. Het is Van IJzendoorn. Van IJzendoorn voor Van Rey. Deze zijn er heel dichtbij gekomen, jongens. We hebben hier hier binnen als negende. We hebben hier onze grote vriend. Even kijken. Dat is de man uit... Zwolle zijn, maar in planning, de spurt van het peloton wordt gepakt door Robin Wennekes. En zo rollen de mannen uit. En heel veel van deze mannen zien we morgenavond weer. Zien we morgenavond weer in de ronde van Epen. Dan gaat het feest gewoon. Ik wil een applaus voor de leider in het tussenklassement van het instituut, Jacob Katz, Emiel Bosma. Dank je, thank you. Dit is... geschonken door de wijntherapeut. De wijntherapeut. Ja, dit is de tijd dat jij moet gaan pikken? Nee, zeker niet. Ik heb een hele drukke feestperiode achter me. Nu rijd ik eigenlijk juni, juli wat wedstrijdjes rijden. En dan is het weer afgelopen. Is het zo kort voor jou? Ja. Waar ben jij dan zo druk mee? De winter straks. De winter? Wat ga jij van de winter doen? Veldrijden. Is dat mooi, hè? Mooi, vies, onder de modder. Hier heb je mooie ronde missers en een beetje luchtig gekleed. Wat heb jij met het veld? Daar heb ik alles mee. Ja, alles mee. Nice. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Mijn eerste jaar is belofte, dus ja, het gaat goed nog dit seizoen. En dan gelijk in zo'n ploeg? Ja, ik voel me goed hier. Leuke ploeg, goede sfeer en ik zit aan mijn plekje. Had je niet wat meer van die mannen mee moeten nemen? Er waren er twee bij. En ik, drie. Goed man. Proficiat. Overwinningen dit seizoen nog niet, hè? Nee, het is de eerste podiumplaats. Goed, dus 17 augustus, dan ben je er gewoon. Ik zit in Italië. Zit je? Ah, dat is Jan, zit in Italië. Ik heb het al over grote manieren, maar ik vind Jan Bos, in jouw persoon vind ik een grote manier. Ja, nou ja, dit jaar gaat het nog niet heel super in de criteriums. En vorig jaar natuurlijk wel een super seizoen gehad en nu iets meer getraind en dan gaat de snelheid denk ik iets achteruit. En dan heb ik het toch wel erg zwaar nu ook. Waar heb jij dan specifiek voor getraind? Ja, ik heb toch veel meer uren gemaakt en een criterium is toch wat korter. Dan komen de mannen met heel veel in interval heel goed naar voren. En ik ben van nature niet echt een sprinter, maar omdat ik vorig jaar heel veel kort werk gedaan heb, was ik er redelijk rap. En nu toch weer iets langer werk gedaan en dan moet ik toch een beetje op de sprint inboeten. Dat kost toch overwinningen. Ermelo, mag ik een applaus voor de man op drie, Jan Bos. Met bloemen van Florada, ja, en dan gaan we door, dan gaan we naar de eerstejaarsbelofte, de eerste keer dit seizoen op het podium, ja, ja, je doet het goed hoor. Mag ik de hand op elkaar voor Joey van der Hey. En dan gaan we naar de man die aan het overzomeren is, die we straks in de modder tegenkomen. En dan misschien niet meer herkennen. U kunt hem hier nu zien in levende lijven, schoon, geschoren en gewassen. Je mag hem opeten. Mag ik een applaus voor de winnaar, Eddy van IJzendoorn. Dan krijgen we de... Oeh, er moet gesporten worden. Italiaanse lekkerheid. Roana, hou die jongens vast en sla een arm om ze heen. Hou elkaar goed vast. Hoi, daar komt die jongens.